De Kempertoren is niet gratis. Je betaalt 1,50 euro contactloos. Dan even wachten. En dan kan je erdoor. En dan gaat de klim beginnen. Het is een zogenoemde laie trap. 192 treden. Onregelmatig. Dus daardoor klim je eigenlijk toch nog wel redelijk relaxed naar boven. De Kempertoren is 36 meter hoog. Vergelijkbaar met een flat ter hoogte van zo'n 10 verdiepingen. Er zitten 13.000 bouten in en 104 ton staal. In zijn stalen constructie is deze toren uniek in de wereld. En als je dan boven bent, dan heb je hier eigenlijk meteen een hartstikke mooi uitzicht. Als je hier kijkt, en hier zie je dan een geweldig uitzicht. Ja, tenzij het mistig is natuurlijk. Wat zie je als het goed weer is? Hilvarenbeek, Esbeek, Geertruidenberg, Breda. Het is eigenlijk ontstaan als een grap met de schouw van de Kempertoren bij de Vlos, met een borreltje, om zo'n toren eens meer te gaan bouwen. De toren in Esbeek? Ja, de toren in Esbeek, een kopie ervan. We zetten een kopie van de Vlaastoren hier in het Stadspark in Tilburg. En toen je wakker werd met de kater, toen dachten jullie? Dit gaan we doen. Als het aan ons ligt, wel. Maar we willen wel meer bouwen. We hebben nu veel ervaring natuurlijk met het bouwen van zo'n toren, met het project. Dus dat geeft wellicht nieuwe moed voor een volgende toren. Mijn eerste borrel komende zaterdag. En ja, wellicht de kater van de volgende dag. Dat we weer iets nieuws gaan bedenken.